Goedemorgen. 5:30. Dan gaan we aan de bak. We gaan grondvissen. We gaan op alles wat gaat buiten vandaag. Windstil, andere kant van het eiland. Nou, we gaan het zien. Dus het wordt een spannende dag. En een lange dag. Nou, kan niet lang genoeg zijn. Wat is vandaag het programma, Faap? Nou, we gaan kijken of we vandaag naar de andere kant van het eiland kunnen komen. Ja. Het is flink windstil vandaag. En dan kunnen we daar met levend aas vissen, op de bodem vissen. Op de bodem bedoel ik dan ergens tussen de 60 en de 100 meter ergens. Om te kijken of we red snapper, amberjack, yellowtail snapper, allemaal dat soort dingen kunnen vangen. Ja, dat klinkt goed. We hopen natuurlijk eerst op grote vis slepen. De weg daar naartoe. Zullen we kijken hoe die actie is. Als dat echt actie is, ja, dan blijven we daar eerst even hangen. En zo niet. Ja, dan is het regelrecht naar de andere kant van het eiland toe en kijken wat we daar kunnen halen. Ja, dat wordt een spannende dag. Dat denk ik wel. Ik hoop het wel. Je weet het nooit natuurlijk, hè. Vaap, daar gaan we voor. Ja. Nou, het is natuurlijk is het een hele dag trollen. De hengels staan gewoon op spanning. Alles draait gewoon onder water. Het is een kwestie van afwachting. Ja, dat is niet anders met deze visserij. Gewoon trollen en we gaan, zoals we gaan we vandaag lekkere bodemvissen. Sinds dat we daar naartoe varen. Huppatee, maar aasjes eruit. Je weet het maar nooit. Er zijn slechte omstandigheden, toch? Ik bedoel, er is niks mis mee. Zonnetje op een bolletje. Helemaal naar mijn zin. Geluk de dag. Ik ben niet wat het is. Wauw. Hey Guus, hoe voelt dat? Lekker. Lekker, hè? Natuurlijk. Daar komen we voor. Draaien, pompen. Doe je klaar? Ja, ziet jou. Noodzakelijk is ook, als je benaderd bent, zeker te boot, dat je je goed verzorgt qua tegen de zon. Denk nog niet dat ik een rood kapje ben. Nee, ik heb zo'n bandana. Dat vind ik echt fantastisch om te dragen. Het klemt niet, het zweet niet. Het beschermt je ook gewoon je huid. Anders verbrand je echt levendig. En dan kan je vakantie uitlopen op een drama. Het zou heel erg jammer zijn. Dus, mocht je hier zijn, of waar dan ook, waar heel veel zon is, bescherm jij goed. Dus smeer jij met factor 50, want het zou zonde zijn als je heel lang op je bed legt met de zonnesteek. Even een tipje van de kale. Nou, waar we nu mee bezig zijn is pure bodemvis. Vries laat een zakje. Dat is een lood met drie haken van. Een stukje vis er dan. We leggen nog niet de bodem, het is gelijk al... Het is even voor Karinka bij, paardenkop noemen wij dat hier lokaal. Paardenkop. Kijk, een hele lange sier daar. Nu is weer aan de bak. Dat is wel een zwaar kwaai, want je bent natuurlijk heel diep. Rechts, snappen. Moet je even die plek wel even houden. Rechts, snappen. Kijk, een mooie redsnapper. Top man! Top Guus! Lekker! Op de barbecue! Ja. Nou jongens, dit doen we het voor. Het zijn heerlijke vis om te eten. Super dik. Hier is weer aan de bak. Zie ik. Een slijm erop. Een tuna steak. Lekker barracuda. Ja. En komt ie. Snoepers. Snoepers. Hopla. Kijk. Rustig. Hatsenflats. Heb je die kip? Nou, de dag zit erop. We zijn even terug weg.
al slepend. De bodemvisserij was heel apart. We hebben 10 verschillende soorten van gevangen. Maar vooral was die roodbaas was wel echt spectaculair en super lekker om te eten. Dus was ik blij omdat we die zeker wel anders op de barbecue op vanavond met een erbij. Wat wil je nog meer? Nu te droog weg, komen we net een witte malijn tegen. Dus we hebben alles geprobeerd om die ook nog te pakken te krijgen. Maar helaas, die had helemaal totaal geen zin. Dus die denkt van toedeledokie, jongens, visstrails, vaar me lekker voorbij. Ik heb er geen zin in. Deze dag is echt perfect gegaan. Ik heb er ontzettend weer van genoten. Het bewijst me weer dat de Bonaire veel te bieden heeft qua visserij. Dus voor iedereen die hier ook eens een keer naartoe gaat, joh, probeer het en geniet ervan net zoals ik. Waarschijnlijk is het nog niet gedaan, want ik heb nog een aantal dagen te gaan. Dus we zien elkaar. Doei, hoi hoi.